Het was een bewogen jaar, vol recessie, oorlog en rentestijgingen. Toch is 2023 voor beleggers een onverwacht goed jaar geworden. Vrijwel alle beleggingscategorieën eindigden in de plus, met als koploper Amerikaanse aandelen. Want na een paar slechte maanden lieten de aandelenbeurzen in november een bijzonder sterk herstel zien. En dat werd doorgezet in december. En ook obligaties hebben het in 2023 relatief goed gedaan. Hoe kan dit dan? De inflatiegolf van 2022 is in de loop van 2023 grotendeels verdwenen. Een lagere inflatie is goed voor de economie en daarmee voor financiële markten. In het laatste kwartaal van het jaar domineerde de verwachting dat de inflatie verder zou gaan afnemen. Bovendien verwachten rentemarkten dat centrale banken niet alleen klaar zijn met het verhogen van basisrentes, maar dat ze deze in 2024 ook alweer gaan verlagen. En op die verwachting lijken financiële markten behoorlijk hard te zijn vooruitgelopen. Benieuwd hoe dat zit, naar onze verwachting en wat het effect is geweest op de rendementen van onze beleggingsprofielen, klik dan verder en lees ons beleggingsbericht.